Meneer Houwers, u bent Tweede Kamerlid voor de VVD. In de politiek dondert en bliksemt het heel vaak. Wat heeft u bewogen om toch de politiek in te gaan? Nou, het is toch een kwestie van bijdragen aan de maatschappij. Ik kom uit de makelaardij. Daar had ik altijd te maken met twee partijen. Een koper en een verkoper of een huurder en een verhuurder. En in de politiek heb je vaak te maken ook met twee belangen. En daarnaast het algemene belang. En ja, dat vind ik mooi om dat te mogen vertegenwoordigen. Maar in uw burgerlijke baan, om het zo maar te noemen, makelaar, daar valt toch in 9 van de 10 gevallen wat te verdienen. Terwijl dat ik denk dat je in de politiek meer teleurstellingen te verwerken krijgt. Ja, politiek is voor een deel ook omgaan met teleurstellingen, dat is zeker waar. Maar daar staan ook heel veel mooie dingen tegenover. Dingen die je kan bereiken als je een mooi bestemmingsplan hebt vastgesteld. Als je ziet dat een wijk ontwikkeld wordt. Als je ziet hoe een centrum zich kan ontwikkelen. De economie gestimuleerd kan worden. Dan zijn dat dingen waar ik wel blij van word. Ja. Nu wordt er in bestuurskringen steeds meer gesproken over opschaling. Grotere gemeentes. Nu hebben we hier in Lingewaard nog niet zo lang geleden een gemeentelijke herindeling gehad. En nu liet waarnemend burgemeester Steven de Vrezen weer iets vallen over een vorm van samenwerking met Overbetuwe. Is dat de toekomst? Nou, ik vind het wel verstandig dat daarover wordt nagedacht. In Den Haag vinden wij namelijk dat op dit moment er steeds meer taken op de gemeentes afkomen. En die gemeentes moeten die taken op een goede manier kunnen uitvoeren. Dat betekent dat ze deskundige mensen moeten hebben. Kwalitatief goede mensen. Maar ook continuïteit moeten hebben. Dus ze moeten wat dat betreft ook de taken die ze doen ook kunnen blijven doen. En daar zien we toch problemen ontstaan. Dat zien de gemeentes blijkbaar zelf ook. Want de gemeentes gaan op vele manieren dan samenwerkingsverbanden aan. En als je dan naar die samenwerkingsverbanden kijkt, dan zijn dat af en toe lappendekens. Nou ja, en dat is niet de bedoeling van de bestuurlijke inrichting van ons land. We hebben het Huis van Thorbecke, waar we een gemeentelijk niveau, een provinciaal niveau en een landelijk niveau hebben. En dat moeten we ook zo houden. Dus wanneer die gemeentes niet groot genoeg zijn, niet sterk genoeg zijn om die continuïteit en die kwaliteit te leveren, dan moeten ze wellicht denken over opschalen. En dat burgemeester De Vrezen daar nu een voorzet voor geeft en daarover wil nadenken, dat vind ik heel verstandig. Ja. Gemeente Lingewaard zit diep in de problemen, bestuurlijk. Is het bij uw weten wel eens vaker voorgekomen dat een gemeente zo in de moeilijkheden zit? Ja, helaas komt dat af en toe voor. Dat heeft heel vaak te maken ook met verhoudingen, persoonlijke verhoudingen. Politiek is soms ook elkaar iets gunnen. En ik weet niet of dat hier in voldoende mate gebeurt. Ik heb de indruk gekregen dat hier af en toe ook sprake is van een afrekencultuur. En ik heb het voorbeeld genoemd straks bij mijn inleiding. Waarbij ik heb gezegd, het is in de politiek de bedoeling dat je niet de persoon bestrijdt, maar de ideeën van een persoon. Het moet mogelijk zijn om met elkaar een stevig debat te voeren en na de tijd gezamenlijk toch een glaasje bier te drinken. Zoals je in een voetbalvereniging een stevig debat kan hebben over de volging van de contributie. En uiteindelijk ga je samen naar de bar en zeggen, nou, we hebben het gedaan of we hebben het niet gedaan. En dit is het besluit en daar leven we allebei mee. En dan moet je niet blijven omzien in wrok. Of mensen daar persoonlijk op blijven aankijken. En ik denk dat elkaar wat gunnen, dat belangrijk is. En dat dat ook in het belang is van de burgers van Lingewaard. Want uiteindelijk zitten ze er allemaal voor die burgers van Lingewaard. Nu wordt dit jaar wordt een voorbereidend jaar. Volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Hoe gaat de VVD die aanpakken? Nou, ik hoop dat de VVD vast blijft houden aan de lijn die ze nu gekozen hebben. Dat ze geen lastenverhoging voor de burgers willen. Want ik vind een OZB-verhoging van meer dan 50% echt helemaal uit de boze. Zeker in deze tijd waar iedereen de broek erin moet aanhalen, moet ook de gemeente dat doen. En ik denk dat wat dat betreft die lijn helemaal uitstekend is. En daarnaast hoop ik dat de gemeente erin zal slagen, de gemeentelijke afdeling van de VVD, om datgene wat we landelijk hebben gedaan, ook hier in Lingewaard, dat we dat ook bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen herhalen. En dan zie ik een mooie toekomst voor de VVD in Lingewaard.